Ik had een preek in gedachten voor vandaag. Ik heb het vaak hier over dat er dingen gebeuren die langzamerhand, en op een gegeven moment gaat het sneller gebeuren, ons leiden naar de eindtijd. Dus ik had tot en met donderdag had ik een bepaalde preek. Vanaf vrijdagmorgen heb ik nou een andere preek. Het gaat natuurlijk over wat ze noemen Brexit, British exit. Ze hadden niet gedacht dat het zou gebeuren. Ze hadden zelf op gerekend dat op het laatste moment hetzelfde zou gebeuren als met Schotland, waar op het laatste moment toch zouden omkeren. Nou, u moet wel weten wat een referendum is. Een referendum betekent eigenlijk advies van het volk. Het is niet wettelijk bindend. Ze hoeven het niet te doen. Maar ze moeten het doen. Oké? Ze hebben zichzelf in nesten gewerkt, de Britten. En ik wil daar vanmorgen over hebben. Mijn preek heet eigenlijk, de titel is IJzer en Klei. Het gaat over de 5 koninkrijken van Daniël. Want een heleboel van deze dingen hebben daarmee te maken. En goed. Ik wil u een beetje achtergrond geven. Ik ga wat tijd daarvoor nemen. En ik wil u wat achtergrond geven, want we leven in de eindtijd. Ik heb op de universiteit heb ik eigenlijk wat ze doen. Ik heb 2 graden van de universiteit en eentje heb ik een ondergraad. Ze noemen dat een ondergraad in het Amerikaans. Dus dat betekent dat je 2 afstudeerdingen hebt en eentje iets minder. En dat is political science. Dat is politieke wetenschap. Dat heb ik ook gestudeerd. Samen met Hebreeuws en media communication. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Een van de dingen die ik moest schrijven, een van mijn theses die ik moest schrijven, heb ik gedaan over vrede en oorlog in de wereld. En vanaf de geschiedenis, vanaf het begin van de geschiedenis, van de, wat ze noemen recorded history, dus dingen die ze echt hebben gevonden, opgeschreven geschiedenis, en dat begint bij Sumer. Dat is een rijk dat was, tegen de tijd dat Babyloniërs aankwamen, was Sumer al een heel oud klassieke civilization, beschaving. Een hele oude beschaving. En als je gewoon door de geschiedenis heen kijkt, en je telt alles op, is er vanaf in de hele menselijke geschiedenis maar 400 jaar van absolute totale vrede. Van de geschiedenis van de geschiedenis tot nu. En ze hebben na de Eerste Wereldoorlog, is een Amerikaanse president, die vond dat ze alles, dat de landen bij elkaar moesten komen om een organisatie te formeren, zodat er geen oorlog zou komen. En dat noemden ze de League of Nations. Het is mislukt. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen zijn ze wakker gezet. Toen zijn ze begonnen met de United Nations. En wat ze hebben gedaan, is dat ze hebben besloten om, zeggen, als we de United Nations beginnen, stopt het eigenlijk al die oorlogen. Er zijn meer oorlogen geweest na de Tweede Wereldoorlog dan praktisch in de hele geschiedenis tegelijk. En 95% van alle mensen die zijn gestorven in die oorlogen na de Tweede Wereldoorlog zijn burgers. Okay, voordien was het meestal echt waar, ik weet niet of je het weet, maar vroeger kwamen 2 legers bij elkaar en ze slachten elkaar af. Jullie geloven me niet, maar het is echt geschiedenis. Op de heuveltjes stonden mensen te kijken terwijl die 2 tegen elkaar vochten. En dan werd een suikerspin verkocht en je kon dingen. En geen grap, echt waar. Maar suikerspin hadden ze in die tijd niet, maar zaten ze om dingen te verkopen en je zat daar te kijken terwijl die 2 legers elkaar afslachten. Ik heb het over honderden jaren geleden, want zo gebeurde dat. Je kon naar zo'n oorlog gaan kijken. Tegenwoordig ben je onderdelen van, maar goed. Als je ook je afvraagt, waarom staat Amerika eigenlijk, Amerika is eigenlijk interessant, want Amerika is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid één land geweest dat zo ontzettend rijk is. En na de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk heel Europa verwoest. En vele andere landen waren verzwakt helemaal enzovoort. Dus na de Wereldoorlog is het nog nooit in de geschiedenis van de mensheid gebeurd dat er één land machtiger was dan alle landen tegelijk. Dus Amerika kon op dat moment de hele wereld aan. Want ze hadden natuurlijk de atoombom. Niemand anders had het. Dus als ze zeggen, je doet wat ik wil, boom. Anders, je begrijpt wat ik bedoel. Dus ze waren machtiger dan de hele wereld tegelijk. 1 keer in de geschiedenis is dat gebeurd. Maar de Bijbel praat daar niet over. De Bijbel praat altijd, want je moet niet vergeten, Genghis Khan had ook een ontzettend groot rijk dat groter was praktisch dan van de Romeinen. Maar de Bijbel praat over rijken die in en om Israël waren. Want daar draait het eigenlijk om. Er zijn verschillende dingen aan het gebeuren. Die gaan sneller gebeuren.
En daar, ik wil vanmorgen met jullie over, hierover hebben, want dit wordt in de Bijbel genoemd. En ik wil graag dat jullie hiernaar gaan kijken. Kijk, je moet niet vergeten, je zegt van, ja, Jezus heeft zelf gezegd, toen hij daar kwam, zei hij tegen de fariseers, je moet om je heen kijken. Hij zegt, kijk, je zegt zelf ook, oh, er komt een zuidelijke wind, oh, morgen gaat het heet zijn, oh, er komt een noordelijke wind, oh, morgen het gaat regenen, enzovoort. Hij zegt, als je dit zelf kan zien, dan gaan voorspellen. Waarom kan je dit niet voorspellen? Dat ik hier ben en dingen doe die nog nooit zijn gedaan. En dingen zeg die nog nooit eerder zijn gezegd. Maar ze hebben hem aan de kant gezet, nietwaar? Dus, maar hij, je moet niet vergeten, God zijn Bijbel, zijn woord, is een woord van liefde. En wat hij gedaan heeft, wat God gedaan heeft, is om ons te laten weten wat hij van plan is en wat er gaat gebeuren. Want Jezus heeft zelf gezegd, een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Hoeft het niet te weten, dat is niet om zijn zaak, hij is een slaaf. Hij zegt, maar jullie zijn geen slaven, jullie zijn mijn vrienden, dus ik ga je vertellen wat ik ga doen. Ik kan je de dag niet vertellen, ik kan je het uur niet vertellen, maar ik kan wel het seizoen vertellen. Dus als je deze dingen ziet gebeuren, sla je ogen omhoog, want je redding is nabij. En je moet ook niet bang zijn. Okay? Maar het belangrijke daarvan is dat wij ook een bepaalde houding moeten hebben. Daarom heb ik dit laatste jaar gesproken over leven in de eeuwigheid. We moeten nou al leven alsof we al daar zijn. Met deze wereld, terwijl wij nog in deze wereld leven, want we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Dus we leven niet volgens de regels van deze wereld. Nou. Maar er gebeuren bepaalde dingen die wij kunnen zien, dat het is net een schaakspel in principe, dit en dit en dit gebeurt. Maar God is degene die bepaalt wanneer en hoe het gebeurt. Wat Eugenie vanmorgen zei, dat Satan een rat is, helemaal met haar eens. Hij is met bepaalde dingen bezig. En hij gebruikt de mensen daarvoor, want je moet rekening houden. Dit is heel belangrijk, en ik wil graag dat u dit goed opneemt. Op het moment dat Jezus stierf, is Satan zijn macht ontnomen. Hij heeft geen macht meer over deze wereld. Totdat Jezus stierf, was hij de prins van deze wereld, en hij had de macht van deze wereld in zijn handen. Maar op het moment dat Jezus stierf, is het van hem af weggegaan. Maar dan kan je zeggen, ik weet wat jullie vragen is, maar hoe is deze dingen zo vreselijk slecht? Kom door ons. Wij doen deze dingen. Ik weet dat mensen vreselijk boos zijn op God van dat babytje sterft en die gaat dood van de hongersnood en die zijn. Maar wij veroorzaken dat, want er is genoeg voedsel op deze wereld om 7 miljard drie mensen te voeden 3 keer per dag. Er is meer dan genoeg voedsel. Maar het zijn door politieke dingen die gebeuren die het tegenhouden. Want eentje strijdt daar, oh, je mag niet door mijn grondgebied, dus die mensen die daarachter zijn versterven van de honger, omdat zij politieke dingen hebben of militaire dingen hebben, begrijp ik bedoel. Maar er is meer dan genoeg om iedereen te voeden 3 maal per dag. Er moet geen hongersnood, hoeft geen hongersnood te zijn in deze wereld. Punt uit. Dus de vijand weet dat zijn tijd kort is. Okay? Hij is verschrikkelijk, ontzettend arrogant. En daarom heeft God zo'n diepe, diepe haat tegen arrogantie, tegen gierigheid, dat staat ook in de Bijbel, en tegen, dankjewel, hoogmoed. Want als je kijkt naar de demonen, elke keer als die demonen Jezus tegenkwamen, begonnen ze te schreeuwen. Van angst en vrees. Allemaal. Staat telkens weer, ze begonnen vreselijk te schreeuwen. Ze waren vreselijk bang voor hem. Maar Satan, die weet wat met hem gaat gebeuren, had een verschrikkelijk arrogante houding. Want hoe heeft hij Jezus bejegend? Toch? Alsof hij een minderwaardig persoon was. Oh, je bent toch in het vlees, dus als je in het vlees bent. Iedereen in het vlees behoort bij toe. Iedereen gaat naar het koninkrijk der doden. Iedereen. Er zijn maar 2 ontsnapt. Maar dat is uitzondering. Maar jij gaat ook daar naartoe. En als je daar maar eenmaal bent, niemand komt daaruit. Hij was verschrikkelijk arrogant in zijn houding. Als je mij aanbidt, hij zegt dat tegen de almachtige God. Je moet niet vergeten, hij weet wie Jezus is. Hij weet dat dat was zijn schepper. Niet was, is zijn schepper. Ja, want er staat letterlijk in Korintiërs. Dat alles is door hem en voor hem geschapen. Zij het machten, zij het overheden, zij allemaal, alles is door hem geschapen. Ik moet niet vergeten, Jezus heeft geen demonen gemaakt, hè? Dat begrijpen jullie wel. Jezus heeft engelen gemaakt en de engelen zijn opstand gekomen, zijn demonen geworden. Zijn gevallen engelen. Want er staat letterlijk in de Bijbel, volmaakt waart gij totdat er onrecht in u werd gevonden. Staat er in de Bijbel. Er zijn 2 teksten in de Bijbel die ons vertellen wie de vijand is, waar hij vandaan komt. Dat is Jesaja 14 en Ezekiel 28. Daarna kun je die tekst zien. De macht, Amerikaanse macht, neemt langzamerhand af. En het gaat sneller en sneller gebeuren. Waarom? Om een militaire macht over de hele wereld te hebben,
heb je één ding nodig. En dat is money. Nee, je moet het kunnen kopen. Ja, precies. Je hebt geld nodig. Puur en simpel, je hebt geld nodig. Ja. En Amerika is over de hele wereld. Dus een heleboel dingen worden tegengehouden. Omdat ze over de hele wereld zijn. Ze noemen dat global reach. Dus Amerika kan binnen 24 uur een heel leger ergens op de wereld neerzetten. Dan kan praktisch geen enkel ander land in deze wereld. Maar op het moment dat Amerika afneemt, die macht afneemt, en ze op een gegeven moment, want ik weet niet of jullie dit weten, maar de Amerikaanse schuld is ontzettend groot. Is bijna even groot als hun, nee, het is groter dan hun nationaal product. Dat is, een nationaal product is alles wat een land verdient in één jaar. Dus net zo je jaarlijks salaris. Dat is het nationaal product. Maar bovenop is de schuld van de individuele Amerikaan ook daaraan gelijk. Wat we noemen in het Amerikaans een double whammy. Begrijp je? En dat, op een gegeven moment, gaan ze bepaalde dingen niet meer kunnen betalen. Dan gaan ze dat terug moeten trekken. En Amerikanen zijn van nature tamelijk isolationists. Ze houden van binnen hun land te blijven. Daarom is de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Want de Amerikanen, nadat ze hebben geholpen om de Eerste Wereldoorlog te winnen, zijn ze achter hun grenzen gegaan. En zoeken jullie het zelf maar uit. Daarom is de Tweede Wereldoorlog gekomen. Daarom zijn ze na de Tweede Oorlog gebleven. Ze hadden hun lesje geleerd. Toch? Daarom heb je alles basis over. Ja, in de 60 jaar waren de basis, Amerikaanse basis, 2 of 3 in Nederland. Duitsland, vergeet maar, maar heel wat. Zijn er nog steeds. Ramstein heb je nog heel, heel groot Amerikaan. Enzovoort. Italië heb je verschillende enzovoort. Maar het begint langzamerhand af te nemen. Amerika wordt onregeerbaar. Ik weet niet of jullie laatst hebben gezien dat zelfs in het Nationaal Congres voor het eerst in de geschiedenis dat de democraten zijn in opstand gekomen en zijn in het congres op hun knieën gaan en op hun zitten gaan zitten. Een sit-in hebben ze gedaan tegen het wapenbezit. Maar de republikeinen hebben bedreigd om de politie te halen om hun uit te halen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En is bijna, weet u hoe netjes het allemaal te werk gaat in Nederland? In het parlement. Zo gaat het ook in Amerika. Dus denken jullie nou hoe dit zou zijn als het hier zou gebeuren? Zo voelen wij daarover. Het wordt onregeerbaar. Landen worden onregeerbaar. En dat zien jullie ook heel duidelijk. Ik moet wel één ding zeggen. Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Ik vind dat ze het tamelijk goed doen gezien wat ik zie in de rest van de wereld. Vind ik dat het in Nederland heel goed doen. Nou, Amerikanen hebben ook een houding. We geven miljarden en miljarden uit om de wereld veilig te houden. Maar wat verdienen wij daaraan? Wat is onze, profiteren wij daarvan? We worden alleen maar armer. Maar in de tussentijd zorgen we dat. Begrijp ik bedoel? Dat is ook de mentaliteit, het ding waarop ze denken. Dus als Amerika achter zijn grenzen gaat trekken, begrijpen jullie wat gebeurt maar één ding. Chaos. Want het is ondertrouwens. Ik weet niet of jullie weten dat de Chinezen ook bezig zijn daar hun macht uit te oefenen. En de Indonesiërs hebben er vreselijk veel moeite mee. De Filipijnen, de Japanners hebben er moeite mee. Zelfs Vietnam is nou bezig een verdrag met Amerika te sluiten tegen China. Terwijl 40 jaar geleden was het andersom. Wat er aan het gebeuren is in deze wereld is verschrikkelijk verwarrend. Nou, Amerika is nou de wereldmacht. Maar in de 1800, begin 1900 was het Engeland. Ze hadden zelf een spreekwoord. The sun never sets on the British Empire. Waarom? Want ze hadden overal koloniën. Zelf in Centraal-Amerika. Ik weet niet of jullie hebben gehoord van het land dat heet Belize. Heette vroeger British Honduras. Dat is in de buurt van Guatemala en zo. Dat is van Engeland. Guyana. Brits Guyana heette dat vroeger. Suriname was vroeger van de Britten. Die hebben het toen verruild voor Nieuw-Amsterdam met de Nederlanders. Daarom hebben we Nederlanders Suriname gehad. Zo komt het. Het was daar van hun. Overal hadden ze. De hele wereld. Ik heb wel een grappig verhaaltje gehoord. Iemand zei een keer van the sun never sets on the British Empire. En toen heeft iemand daarop geantwoord. Zei, that's because God doesn't trust the British in the dark. Maar goed. We zien wat er aan het gebeuren is. Is dat ze hadden niet gedacht dat dit zou gebeuren. En ze moeten het nou doen. Maar wat er nou gebeurt heeft heel erg sterke gevolgen. Want er gaan heel veel dingen gebeuren. Moeten er gebeuren. U moet er wel rekening houden, op het ogenblik verandert helemaal niets. Want de Britse regering moet officieel naar het Europese parlement gaan en zeggen van, wij gaan eruit. Ze hebben dat nog niet gedaan. En dat gaan ze voorlopig ook nog eventjes niet, en ze hoeven dat niet te doen. Okay? Maar als dat eenmaal gebeurt, moeten ze dan
een loskoppeling gebeuren. En dat is verschrikkelijk veel werk. Want je moet niet vergeten, alle verdragen en handelsverdragen enzovoort, die Engeland heeft gesloten met landen, is het via de EU. Dus als die moeten dan losgekoppeld worden, moet Engeland met die landen apart dingen gaan aansluiten. Dus het gaat hun verschrikkelijk veel kosten. Ik weet niet of jullie hebben gehoord, maar ze hoorden dat Engeland dat had besloten, dat de volk had dat besloten, is de Britse pond gekelderd. In 35 jaar is het niet zo slecht geweest. Zie je? Waarom is dat? De jonge mensen van Engeland wilden het niet, want ze denken verder naar de toekomst. Het zijn de ouderen die dat hebben gedaan, want zij denken nog steeds aan toen Engeland nog een macht was. En ze denken daar ook, ja, ze willen het niet. Het heeft ook met immigratie te maken, mensen komen binnen, nemen dingen van ons af enzovoort. Maar ze hebben dat ook nog in hun achterhoofd. Maar Engeland is van een eerste rang natie naar een vijfde rangs natie gegaan na de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet zomaar. In 1911, als je dingen wil weten die dan vandaag gebeuren. In 1911 was er een generaal, geschiedenisles, er komt een examen volgende week. In 1911, om mijn preek te doen moet ik dit eerst uitleggen. Okay? In 1911 was er een generaal en hij heette Allenby. Hij is toen met een legermacht, want toen was dat hele gebied daar, Palestina enzovoort, en ding was allemaal onder het Ottomaans Rijk. Allenby is toen binnengetrokken en heeft ze verslagen en heeft Palestina veroverd. November 1911. Was toen in de handen van de macht van Engeland. In 1914, 17, in het gedurende Eerste Wereldoorlog, had Engeland plotseling geen buskruid meer. Ik hoef jullie niet te vertellen dat een oorlog vechten zonder buskruid, lukt niet. Je hebt het nodig voor de kanonnen, voor je kogels, bijna alles heb je nodig. Toen is de minister van Buitenlandse Zaken, heette Balfour, heette hij. Hij is toen gegaan naar een chemicus, wereldberoemde chemicus, en die heette Chaim Weizmann. En hij heeft gevraagd, kan je ons helpen? Toen heeft Chaim Weizmann gezegd, is hij gekomen, heeft iets ontdekt en het heette aceton. Een soort dingen zo. En dat heeft hij toen gegeven en daarmee konden ze door blijven vechten. Toen zei hij tegen Chaim Weizmann, vertel u het verhaal een beetje kort. Wat wil jij daarvoor hebben? Wat denk je dat die man gevraagd heeft? Wat heeft hij gevraagd? Wat zei hij? Wat denk je? Wat denken jullie? Waarvoor heeft hij gevraagd? Hij zegt, je mag vragen wat je wil. Hij heeft Engeland gered. Wat wil je hebben? Wat denken jullie? Wat denken jullie? Hij heet Chaim Weizmann. Chaim betekent, wat heeft hij gevraagd? Juist. Hij heeft gezegd, ik wil dat Israël, dat het Palestina, dat Israël, dat de Joden daar hun natie mogen stichten. Dat heeft hij gezegd. Want in de midden 1800 zijn er een paar groepen mensen bij elkaar om Joden en ze werden toen Zionisten genoemd. En ik weet dat ze zeggen van Zionisme is dit en is dat en is zo voort. Zionisme betekent puur en simpel dat de Joden weer terug naar hun land mogen gaan, want de berg Zion is daar. Begrijp ik bedoel? Dus dat is alles wat Zionisme betekent. Het thuisland weer voor de Joden, dat is alles. Dus toen heeft Chaim Weizmann gezegd, dat wil ik hebben. Hij heeft gezegd, goed, je krijgt het. Nou, eindigt de Eerste Wereldoorlog en er wordt olie ontdekt. En de Engelsen zijn daar. En de Engelsen zeggen van, oké, je begrijpt wat ik bedoel. Toen hebben ze tegen gezegd, weet je wat, we kunnen dat niet echt doen, maar ik heb een goed idee. Wij hebben bijna heel Afrika is van ons. We geven je een prachtig stuk land, groot land, mooi, in Uganda. Chaim Weizmann heeft naar gekeken, what are you nuts? Ja, begrijp je? Engelsen hebben het niet aan ze gegeven. Nadat de Joden, na de Tweede Wereldoorlog, wilden de Joden niet blijven in Europa. Ze zijn toen getrokken naar Palestina. Ze werden binnengesmokkeld. Er waren de Britten die ze tegenhielden. Dat is een heel mooi verhaal, een boek erover schreef Exodus. Oké? Okay? Was ook een heel mooi lied, hè? This land is mine, God gave this land. Dat is een mooi lied ook. Ze hebben een film ervan gemaakt. Oké? Okay? Je kan foto's ervan zien. De Britten hebben ze tegenhouden in kampen gezet enzovoort. Nadat ze hun vrijheid hebben uitgeroepen, hebben de Britten naar Arabieren gekomen. Ik zal hen zegenen die u zegenen. Ik zal hun vloeken die u vervloekt. Klik. Let me see this one. Okay, show me this one. Okay. Weet jullie wat dit is? Wat is dit? Ja, dit is Engeland. En dit is Engeland. Dit is niet. Nee, dit is niet. Het Verenigd Koninkrijk. Dit is Engeland. Show the next one. Dit is Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Zie je?
Wales is er niet bij, Noord-Ierland en Schotland is er niet bij. Zo klein is het. Oké, okay, go back to the first. Oké? Okay? Zo klein is het. De Schotten hebben tegengestemd om te blijven, omdat ze zeiden, van als we tegenstemmen, moeten we uit de EU. Nou hebben ze een probleem. Zijn ze toch uit de EU. Ze zijn gebleven bij Engeland om te zorgen dat ze in de EU blijven. Nou dat Engeland eruit, zijn zij er ook uit. Dus de Schotten hebben maar één optie om te stoppen ermee. En de Wales wil er ook mee stoppen, want ze willen er ook niet uit. En Noord-Ierland zegt van, hey, wacht, en Noord-Ierland wil ook bij de EU blijven. Dus die gaat dat hoogwaarschijnlijk verenigd worden met Ierland. Wat gebeurt er met? Er blijft maar één stukje land over. Het heeft een heel groot financieel centrum, maar dat gaat allemaal hoogwaarschijnlijk naar Amerika. Of naar Frankfurt. Of gedeelte naar Nederland. Het gaat langzamerhand maar zeker gebeuren. En een heleboel van die bedrijven die in Engeland zijn, die gaan natuurlijk trekken naar Europa. Want dan hebben ze geen invoerrechten meer te betalen. Want ze gaan niet, want je moet niet vergeten, Europa heeft 500 miljoen mensen. En ik weet niet of je dit weet, maar weet u dat het rijkste werelddeel ter wereld is niet Amerika, het is Europa. Wij leven in het rijkste werelddeel. Europa, het nationaal product, is groter dan die van Amerika. Wisten jullie dat? Dit is het rijkste werelddeel ter wereld. Dan denk je dat al die companies daar naar Engeland zijn enzovoort, gaan hier naartoe moeten trekken. Want anders moeten ze invoerrechten betalen. Waarom vertel ik jullie dit allemaal? Want je moet niet vergeten, nationale trust. Maar jullie kennen Rolls Royce, toch? Mooie Britse auto's. Mini Cooper, mooie Britse auto's. Weet je van wie die companies zijn? BMW. Ze moesten ze verkopen. Oké. Okay. Het boek van Daniel vertelt ons hierover. Het is onmogelijk om de... Het is onmogelijk of heel erg moeilijk om openbaring en de dingen van het Nieuwe Testament te begrijpen over de tijd als je Daniel niet hebt gelezen. Waarom heeft Daniel zoveel informatie gehad? Om drie redenen. Het is geen studie over Daniel, maar het komt er wel dichtbij. Drie redenen. Daniel is in principe naar God toegegaan en zei, Heer, u heeft ons bepaalde dingen beloofd die ik nou helemaal niet meer zie. En u bent toch een God die al van zijn woord. U heeft drie dingen beloofd. Eerst heeft u beloofd dat wij altijd in het land Israël zullen zijn. Ten tweede heeft u beloofd dat u altijd onze God zou zijn. En waar bent u? En ten derde heeft u beloofd dat er altijd een koning op de troon van David zou zitten. Waar is die? Toen heeft God hem dit allemaal verteld. Kijk met mij naar 2 Daniel. Ik ga dit niet afkrijgen vandaag. Ik zal mijn best doen. Ja, mijn inleiding was een beetje langer dan... Sneller praten kan ik, maar ik weet niet of jullie zo snel kunnen luisteren. Dus. Daniel 2. Komt na de grote profeten. Ik bedoel, Daniel is onderdeel van de grote profeten. Het waren niet grote en kleine profeten, omdat zij heel lang waren en die anderen heel kort. Daar is het niet waar. Het heeft te maken met hoeveel ze geschreven hebben. Okay? Want je moet niet vergeten, de grote profeten hebben heel veel geschreven, de kleine profeten hebben heel weinig geschreven. Maar de grootste profeten hebben helemaal niets geschreven, Elia en Elisa. Dus het heeft niet te maken met hoe groot ze zijn of geweldig ze zijn. Het heeft te maken met volume. Daniel 2, ik lees vanaf vers 28. Dit is eigenlijk het verhaal, ik ga jullie inleiding geven. Ik wil echt dat jullie het boek van Daniel lezen. Dan kan je heel veel over de eindtijd doen. En dat helpt mij ook, want dan kan ik makkelijker praten. Hier, want in de komende tijd ga ik meer over de eindtijd praten. De Nebukadnezar was een machtige koning van Babylon. Hij heeft de Joden meegenomen, want God heeft hem opdracht in principe gegeven. Hij heeft de Joden meegenomen, het land verwoest enzovoort. Want ze waren ongehoorzaam geworden aan God. En hij heeft ze eeuwen gewaarschuwd om het tegen te gaan. Dus in 586 is Nebukadnezar gekomen. Tempel verwoest, het volk meegenomen. Okay? Maar ze namen in die tijd namen ze echt alleen maar de rijke en de goed opgeleide mensen mee. En de koninklijke mensen enzovoort. En die soort mensen en de middelklasse en wat dan ook niet. Maar de arme boeren enzovoort, die lieten ze achter. En vandaar, en die groep is toen getrouwd met andere volken die daar toen zijn verhuisd. Want wat ze deden, is ze namen een volk. En ze namen ze en ze pakten ze op als ze eenmaal het land hadden veroverd. En brachten ze naar hun rijk of brachten ze naar een ander land. Want het punt is dat, je gaat voor je eigen land ga je heel hard vechten, maar niet voor een ander land. Daarom deden ze dat, begrijpen jullie? Daarom hebben de Vietnamezen het van de Amerikanen gewonnen. Want ze konden nergens naartoe gaan. Ik ga heel hard vechten als jij in mijn huis komt. Maar als ik in jouw huis ben, niet zo hard. Begrijp ik bedoel? Daarom deden ze dat. En toen hebben die Joden die daar achtergebleven waren, zijn toen gaan trouwen met andere volken die daar zo waren. En die zijn toen wat geworden? De Samaritanen. Waren halve Joden. Goed. Dus deze koning, hij lag daar op zijn bed en hij kreeg een droom.
En het droom hinderde hem heel erg. Dus heeft ze al die wijze mannen bij elkaar geroepen en heeft gezegd van, ik heb deze droom gehad, ik wil de uitleg van hebben. Ja, dus toen zeiden ze, oh heel koning, geweldige koning enzovoort. Vertel ons de droom en we zullen u het geven. Hij zei, nee. Ik wil dat jullie me de droom vertellen en dan de uitleg. En ze zegt, oh koning, u bent zo geweldig, vertel ons de droom. En ze vertellen, nee, jullie zoeken uitstel aan je vrouw. Nee, ik wil vertellen, want dan kunnen jullie me alles op de mouw spelden, dat ik wil weten wat het betekent. Want dan kunnen jullie me allemaal vertellen als ik jullie het vertel. Dat ik vertel, kunnen jullie allemaal iets verzinnen. Ze zegt, maar koning, dat is nog nooit in de wereld van de geschiedenis van de wereld gebeurd. Niemand kan dat doen. Alleen de goden kunnen dat doen en die leven niet onder de mensen. Dat zeiden ze, maar afgodendienaars zijn. Dus ze zegt, oké, vermoord ze allemaal. Dus ze gaan Daniel en zijn vriendjes ook halen. Want die waren ook onder de wijs. Zei ze, waarom doe je dit? Wel, dat heeft de koning gezegd. Hij zegt, weet je wat, ik ga, laat me gaan bidden. Doe het nog niet, laat me gaan bidden enzovoort. Hij is gaan bidden, God heeft hem uitleg verteld, laten zien. En toen is hij naar de koning gaan en zegt, koning, dit heb je gedroomd. Wat heb je? Zo is het gebeurd. Dus wij lezen nog van dat punt. En dus hij zegt hier in vers 28, er is een God in de hemel die voor geborgenheid openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten op uw legersteden, o koning, enzovoort, bij u rezen, terwijl u op uw legersteden laagt, gedachten dat er, wat er hierna zou geschieden. Dus die koning had gedacht over wat zal er hierna gebeuren. En God heeft u toen geopenbaard en u bekendgemaakt wat geschieden zal. Mij nu is deze geborgenheid geopenbaard. Niet door de wijze die ik bezitten zou boven alle levenden, maar omdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt. En dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. En dit beeld was hoog en een glans daarvan was buitengewoon. Hij stond voor u en het aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud, dus het hoofd was, en zijn borst en armen waren van zilver. Zijn borst en armen van zilver. Zijn buik en lendenen, dus dit deel hier zo, ziet u? Het hoofd was goud, armen en de borst waren van zilver. Dus de buik en dan de lendenen, dus tot en met zijn dij enzovoort, die waren van brons. En de benen waren van ijzer en de voeten en de benen en de voeten waren van klei. En ijzer gemengd. Ja? En hij zegt, en terwijl, vers 34, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder te doen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. Klei was het natuurlijk. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver, het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk af op de dorsvloer in de zomer, die de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. En dan gaat hij door, want het lezen aan de keren zo. En hij zegt, kijk, God, u bent de koning der koningen, vers 37, God heeft u, koning van God van de hemel, heeft u deze macht gegeven en de eer en de sterkte gegeven dat u alle mensen kende waar ze ook wonen en alle dieren van het veld en de vogel heeft hij aan u gegeven om over te heersen. U bent het gouden hoofd. Maar na u komt een ander koninkrijk en dus van geringere macht enzovoort. En dan komt een derde koninkrijk van koning is ook heers over de hele aarde natuurlijk in dat gebied. En het vierde koninkrijk is hard als ijzer. Juist als ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. Zo zal hij het ook doen. Hij zal dingen vergruizelen. Vers 41. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, die deels van pottenbakkers leem en deels van ijzer, dus klei en ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn. Wel zal het iets van het hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem, ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt, heb ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door een gehuwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen. De EU. Zie je? Het goud was Babylon, dat was het koninkrijk van Babylon. Daarna was het, u kent het verhaal van Menemene Tekel Upharsin. Oké, dat zal ik een andere keer vertellen. Dat is die hand die op de muur schreef.
Dat was toen zijn zoon, Nebukadnezar zijn zoon overnam. En toen heeft, maar die man was echt, was geen goede regeerder. Toen heeft God het koninkrijk afgenomen. Hebben de Mede en de Persen, die zijn die nacht binnengekomen, hebben het overgenomen. En dat is de Xerxes natuurlijk, die de Joden toen toestemming heeft gegaan, is terug te komen, kwam door de Mede en de Persen. Oké, okay. Ik weet niet of jullie dit weten, maar Perzië bestaat nog steeds. Hè? Welk land is dat nou? Is Iran. De Iraniërs zijn geen Arabieren, zijn Perzen. Okay. En zie je, dat is tot en met 322 geweest voor Christus. En toen is Alexander de Grote binnengekomen. In ongeveer 330. En heeft dat hele gebied veroverd. Hij is helemaal tot de Indus gegaan. Tot in India was hij gegaan. Ja. En tot 186 voor Christus. En toen kwamen de Romeinen. Maar hij heeft heel lang kort geregeerd. Want zijn koninkrijk is toen uiteengevallen in vier delen. En dat staat ook in de Bijbel trouwens. Hoor. Er zijn vier delen uit elkaar gevallen. Want Daniel 2 vertelt daarover. Maar Daniel 7 vertelt ook over de dieren die ik jullie zo direct zal laten zien. En dit is Rome. En het onderdeel, die voeten en die klei natuurlijk, zijn onderdeel van Rome. Ik weet dat mensen zeggen, ja, maar er zijn maar 10 natieën. Nee, je moet niet vergeten. Het Romeinse Rijk ging over Roemenië, Bulgarije, Servië, Hongarije. Ze, tot daar waren ze allemaal. Ze waren zelf in Ierland. Jullie kennen allemaal het verhaal. Ze waren ook in Engeland. Hadriaanse zijn muur. Enzovoort. Ze waren in Nederland. Ik heb zelf een verhaal gehoord, jaren geleden, dat een van de Romeinen, ik weet niet precies wie het was, ik weet niet of het Cicero was, maar hij is een keertje in Nederland terechtgekomen. En Nederland was toen één groot bos. En toen zei hij, oh, wat een houtland. Zeg het door, wat krijg je van houtland? Holland. Dus men zegt, daar komt het vandaan. Zo is het. Trouwens, dat klopt wel ergens. Want nadat de Romeinen verschillende Palestina hebben overgenomen, waren ze zo ziedend. Hebben ze al die steden die in Israël hebben ze andere namen gegeven. Ze hebben toen Shechem, hebben ze een Romeinse naam gegeven. Ze hebben het genoemd Napoli. Maar als je door blijft zeggen en het verbastert, Napoli wordt wat? Nablus. Ken Nablus toch? Op de Westbank. Ja, het was vroeger Shechem. Oké, maar goed, dat is voor een andere keer. Oké, zo zie je dat hij die voeten. Ze zeggen van het gaat maar 10 naties zijn. Nee, het is het koninkrijk, maar je moet niet vergeten. God gaat niet 28 tenen aan dat beeld zetten. Oké, maar je ziet wat hier, het staat letterlijk. Ze zullen een gemeenschap aangaan, vers 43, een huwelijksgemeenschap. Ze zullen verbonden zijn aan elkaar, maar ze zullen geen samenhangend geheel vormen. En dat merk je, toch? De EU is gestart om oorlogen tegen te gaan. Want 2 wereldoorlogen zijn in Europa begonnen. Ja? En dan als we doorlezen, hij zegt hier, ik lees eens vers 43. Maar ze zullen met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met klei. Maar in de dagen van die koningen zal de koning des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Hij zal al die koningen verbrijzen en daaraan een einde maken, maar zelfs zal het bestaan in eeuwigheid. Zo, juist zoals hij gezien hebt, dat zonder te doen van mensenhanden een steen van de berg losraakt, het ijzer, het koper, het leem, het zilver, het goud verbrijzen. De grote koning, de grote God, heeft de koning geopenbaard wat hij hierna zag geschieden. Je merkt ook natuurlijk in de afnemende waarde van de metalen, van goud naar zilver, naar brons, naar ijzer, vertegenwoordigt natuurlijk afnemende macht en ook van grootheid, hè, van macht, van praal en van pracht en praal, van de machthebbers van opeenvolgende rijken, dus van het absolute despotisme, dus Nebukadnezar, als hij iets zei, gebeurde het, punt uit, niemand had iets te zeggen, er was geen parlement bij en zo, hij had het totale absolute woord, en naar de opeenvolgende rijken natuurlijk, van absoluut despotisme van Nebukadnezar, tot een soort democratisch systeem van controles en evenwicht, dat eigenlijk het Romeinse Senaat kenmerkte. Oké, natuurlijk zijn die andere Romeinse keizers later ook gekomen, maar ze hadden altijd het Senaat zo'n beetje naast zich, die konden ze gebruiken naast elkaar zetten. Dus de metalen symboliseerden ook eigenlijk een groeiende hardheid of taaiheid en ook een langdurigheid. Waar elk opeenvolgende koninkrijk duurde langer dan die ene daarvoor. En was ook harder. Zie je? Want je moet niet vergeten, goud. Hebben jullie ooit echt puur goud ooit gevoeld? Het is net klei. Ik heb het een keertje gehad, dan doe je gewoon zo. Ik had een keer een vriend, had een ring van 22 karaat. En je deed zo, en dan werd hij plat. Ja. Ja.
En dan zilver is ook tamelijk, is een beetje harder dan goud. Brons is harder dan enzovoort. En ijzer hoef ik jullie verder niet zo over te vertellen. Ja? De Bijbel leert ons ook, en Lucas zegt het, dus hoeft niet op te zoeken hoor. In Lucas staat er, en ieder, wie is die steen eigenlijk die losgebroken wordt? Jezus. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. Maar op wie hij valt, zal vermorseld worden. Lucas 20 vers 18. Hij zegt dus, als jij op de steen valt, als ik op mijzelf op Jezus gooi, zal ik gebroken worden. Maar als die steen op jou valt, zal je verpletterd worden. Dus met andere woorden, als ik me op Jezus gooi, krijg ik een gebroken ziel, een gebroken hart, wat God natuurlijk op prijs stelt. Maar als hij op jou valt, ja. Dus als we kijken naar vers 44, staat er, dus het vijfde koninkrijk. Het vijfde koninkrijk is een eeuwig koninkrijk van God. Die gaat helemaal door. Want er staat in Openbaring, en de zevende engel blies de bazuin en een luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Zie je, net als we zien in vers 44. Hij zegt, dus er komt een koninkrijk waar geen mensen meer over gaan heersen en niet een bepaalde man persoon macht krijgt of een bepaald rijk, maar dat rijk dat komt, dat eeuwig blijft, is een rijk dat zal beginnen hier op aarde in het duizendjarig rijk en zal doorgaan in het nieuwe Jeruzalem. In de nieuwe hemel en aarde. Dus dat rijk begint hier op aarde. Ja? Dus in principe dit rijk, dit vijfde koninkrijk, wordt gebouwd op de ruïnes van de zondige koninkrijken en het autoriteit van dit rijk, dit vijfde rijk van Jezus, zal zich uitstrekken over de hele aarde. En natuurlijk, zoals ik zei, tenslotte en uiteindelijk over de nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Want er staat in die tekst die ik er ons net heb gegeven, is Openbaring 11, vers 15. Want er staat in Openbaring, en ik zeg een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. Openbaring 21, vers 1. Nou, ik heb hiervoor geen tijd, maar misschien moet ik dat een andere keer doen. Het hout van goud enzovoort, maar dan zie je ook dat in hoofdstuk 7 krijgt hij zelf ook over ditzelfde beeld, maar in een andere vorm, ziet hij de dieren. Ziet hij de dieren vertegenwoordigd. Dus, this one, steger. Dus in hoofdstuk 7, dit is Daniel 2 met het beeld, maar in 7 ziet hij krijgt hij in principe dezelfde boodschap door, maar nou vertegenwoordigd met dieren. Dus het hoofd van goud was de leeuw. Het hoofd van armen en de borst enzovoort. Zilver is de beer. En dan heb je de leopard. Want de leopard natuurlijk had vier vleugels. Zag hij met deze. Waarom? Want hoe heet hij weer? Alexander de Grote is ontzettend. Vliegensvlug heeft hij de wereld veroverd. Echt bang. Hij was verschrikkelijk goed daarin. En het laatste natuurlijk zegt hij. Terrifying, verschrikkelijk beest was het. De Romeinen waren heel erg. Echt keihard. Oké, okay. Zie je? Dus zo'n beetje, dus een leeuw met vleugels enzovoort. En hij had een beer met drie benen enzovoort. Drie slagtanden. Nee, hij had geen slagtanden. Hij had drie ribben in zijn mond. Ribben. En dat vertegenwoordigde, want hoe ze weer de Persie hadden Lydia veroverd, Egypte. En nog één land. Nog één groot koninkrijk hadden ze veroverd. Die derde ontgaan op het ogenblik. Dat vertegenwoordigt die dingen. Dus deze wisten ze dat van tevoren al, dat zou gebeuren. Want je moet niet meer zeggen, dit allemaal geschreven werd door Daniel, waren de Mede en de Persen er nog niet, en de Romeinen sowieso niet. En Alexander de Grote ook niet. Oké? Okay? En dan zie je, maar hij zegt, hier zag hij een geweldig beest, maar het werd niet verteld wat voor soort beest het was. Dus, maar een voorbeeld gemaakt. Oké? Okay? En hij had vier vleugels, want hij is heel vliegensvlug, heeft hij dat gedaan. Vluggensvlieg. Ja, het helpt als je niet met al die talen door je hoofd gaat natuurlijk. Okay. Maar, dus je zo zie je dat, wat die tekst heeft gezegd, die we hebben gelezen, toch? Waar er staat, ze zullen samen een huwelijk hebben, maar ze zullen niet echt goed aan elkaar verbonden zijn, dat zie je nou. Dus je moet je niet verbaasd zijn dat dit is gebeurd. Maar ik persoonlijk geloof dat het te maken heeft ook, ik zal zegenen, ik zal vloeken, dat komt nou uit. Want ik zal je wat vertellen. Een heleboel van die Europese landen hebben allemaal dit boycott van Israël en dit en dat enzovoort. En ik weet niet of je dit weet, het stond in de krant, in het nieuws. Ze hebben een organisatie, Human Rights Organization van de UN. Oké.
zelf de hoofd van de UN heeft gezegd dat dit niet klopt. Hij heeft gezegd, luister, er zijn oorlogen en vermoorden in Syrië, in Afrika, in al die andere landen. Maar de resoluties tegen, er zijn 65 resoluties tegen Israël. En 12 tegen alle andere landen in het hele wereld. Terwijl daar duizenden en duizenden mensen worden vermoord. Maar het gaat allemaal tegen Israël. Begrijp ik bedoel? Israël staat in het centrum. Waarom? Het is Gods volk. En God gaat alles door Israël doen. Wij moeten voor Israël bidden. Ben ik alles eens wat de Israëlieten doen? Nee. Ik ben niet alles eens met wat mijn eigen familie doet. Of mijn eigen broer of zus of dus. Ik weet niet, je begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk. Je bent niet alles eens, maar je houdt van de mensen. Je houdt van, ik bedoel, ik ben niet eens alles eens met wat ik doe. Maar goed, ja, mensen zijn vaak fouten. Maar je begrijpt wat ik wil zeggen, toch? We moeten voor Israël bidden, want God gaat, de bevrijding is door Israël gekomen. Oké, okay? Weet je wat, het is misschien een leuk grapje, maar ik wil je toch vertellen. Er was een rabbijn en hij ging een keer naar, hij zat in Jeruzalem en hij ging een kerk binnen. En hij zat daar te bidden enzovoort. En toen kwam de priester binnen, de dienst begon en toen zegt hij, ik zou graag willen dat alle mensen die onderdeel zijn van de kerk naar weg gaan. Die jood bleef doorbidden enzovoort, en zijn orthodoxe jood. En toen zei hij, ik zou graag willen dat, die stond niet op, een paar mensen stonden op, maar hij bleef zitten. Ik zou graag willen dat alle niet-christenen weggingen. Hij bleef doorbidden enzovoort. Uiteindelijk werd die priester een beetje boos, zei, ik zou graag willen dat alle joden hier weggaan. Hij keek op, zag daar een kruis met Jezus aan het kruis. Hij liep er naartoe, pakte dat kruis op en zei, we zijn hier niet gewild. En hij liep naar buiten. We vergeten heel vaak dat Jezus een Jood was. Ja? En we geven de Joden de schuld van Jezus, van kruisiging en zo, door de eeuwen is dat gebeurd. Maar als je echt iemand de schuld wil geven, waren de Romeinen die het gedaan hebben. Ten tweede, de persoon wie Jezus aan het kruis heeft genageld, letterlijk en figuurlijk, is God de Vader. En dat heeft hij voor ons gedaan. Het is God die Jezus heeft laten kruisen. Jezus heeft zelf gezegd, je kan niets doen. Hij zei het tegen de machtigste leger dat ooit had bestaan. Zei hij tegen Pilatus, jij kan niets doen zonder dat ik, hij zei van boven mij, niet vergeten, hij was God almachtig, zonder dat ik jou de macht daartoe geef. Kan jij niets doen. Dat ligt in Jezus' handen. En deze aanvallen aan Israël zijn heel duidelijk een teken van eindtijd. We zijn er middenin. Ik herinner me de 70 jaren, 60 jaren zeiden de christenen van, oh het is 5:12. Het is geen 5:12 meer. Ja, wacht even, het is 5:12. Toen was het 5:12, nu was het 5:12. Geloof me, dit is een teken van de eindtijd. Ze zijn niet vast aan elkaar. Die dingen zie je letterlijk aan het gebeuren. Je ziet ze letterlijk aan gebeuren. De EU gaat wel blijven bestaan. Dat geloof ik wel. Misschien in een andere vorm. Maar het blijft wel bestaan. Want het speelt een rol in de eindtijd. En misschien zal ik daar een andere keer over hebben. Maar ik wil twee teksten met jullie eindigen. En dan wil ik graag wel dat je naar je Bijbel gaat. Ze zijn beide in de psalmen. Psalm 115. Meestal als je je Bijbel open doet, valt het meestal midden in de psalmen. Gewoon de Bijbel opnoemen. De psalm is meestal in het midden van het boek. Psalm 115. Psalm 115. Ja, ik lees vanaf vers 2 eigenlijk. Niet ons, o Heer, niet ons. Maar uw naam geeft eer. Om uw goed... Nee, het is wel vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons. Maar uw naam geeft eer. Om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de natiën zeggen, waar toch is uw God? Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud met het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Ze hebben handen, maar tasten niet of voelen niet. Ze hebben voeten, maar ze kunnen niet lopen. Ze kunnen geen geluid geven met hun keel. Zij die hen gemaakt hebben, zullen worden als zij. Zo ook een ieder die op hen vertrouwt. En dat kan ik zeggen van, oké, ik maak geen beeld, maar zoals ik zeg, er zijn nog steeds afgoden. Geld, je huis, je auto, dat zijn afgoden. Je baan soms. En ik wil eindigen met Psalm 2. En zie je, dit gaat gebeuren. Zie je, dit gaat gebeuren. Die Jezus komt, dat is Jezus, zie je. Oké, liever dan de les, man. De koning komt. Vers 2, Psalm 2. Waarom spannen de volken samen en zweren de naties tevergeefs samen? Let op wat er staat.
Waarom spannen de volken samen en zweren de natieën te vergeefs samen? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar hij die in de hemel zetelt, lacht, de Heere spot met hen. Dan bestraft hij hen in zijn toren en verschrikt in zijn toren. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit des Heeren verkondigen. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb je heden verwekt. Vraag mij en ik zal u volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met hen, met een ijzeren scepter, hen stuk slaan als pottenbakkers werk. Zie je wat we hier zien. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, gij heersers der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg vernietigd wordt. Maar, want zeer licht ontbrandt zijn toren. En onze tekst is, eindigt met welzalig allen die bij hem schuilen. Ik hoop dat dit jullie een beetje geholpen heeft. Okay. Ik ga daar meer over zeggen in de komende periode. Ik wil meer praten over het vijfde koninkrijk.